Half-Life Alyx is uit. De eerste VR-game die gemaakt is met een serieus groot budget. En hij is gemaakt door Valve, een legendarische ontwikkelstudio die later nog legendarischer werd vanwege het populaire Steam. Onze Florian is een enorme VR-fan en hij kon dus niet wachten tot hij deze game kon beoordelen. They've got Dad. They're gonna find out what he knows and then they're gonna kill him. Close your eyes, honey! Na ongeveer 13 uur had hij hem uitgespeeld en daarna konden we de smile met nog geen koevoet van zijn gezicht wrikken. Dat komt volgens Florian vooral vanwege het enorme detail dat hij nog nooit eerder in een VR-game heeft gezien. De tekstjes zijn haarscherp, de characters hebben mooie animaties en gezichtsuitdrukkingen, de omgevingen zijn door meesterlijke lichteffecten prachtig en onheilspellend en werkelijk overal valt wel iets te zien of te ontdekken. Ik heb 13 uur lang mijn ogen uitgekeken naar alle details. En het verschil tussen de mooiste VR-games tot nu toe en Half-Life Alyx is belachelijk groot. Een van de grote verschillen met andere games is hoe interactief de wereld is. In veel VR-games zijn de levels en de werelden de ster van de show waar jij doorheen kunt lopen. Maar bij Half-Life Alyx is het andersom. Jij bent zelf de hoofdattractie en de wereld is speciaal gemaakt voor jou. Alles is dan ook interactief. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het oppakken en weggooien. Je kunt dan alle knopjes draaien die je tegenkomt, leuningen vastpakken, deuren open en dichtmaken, schakelaars overhalen, ramen openzetten, op ladders klimmen, kasten wegschuiven en ga zo maar door. Je kunt precies doen wat je in het echt ook zou kunnen doen. En dat is bizar. Volgens Florian word je in Alyx meer dan ooit opgezogen in een game. Mijn brein had totaal geen moeite te geloven wat ik meemaakte door de vele details en de interactiviteit in de game. Het zijn de kleine dingetjes, zoals hoe je virtuele handen tegen alles aanbotsen in de wereld, in plaats van dat ze door de objecten heen gaan alsof ze onzichtbaar zijn. Zo stootte ik een keer iets per ongeluk van de tafel, wat ik met een reflex nog wist te vangen. Het werkt zo natuurlijk dat je de virtuele handen zelfs als je eigen handen gaat zien. En dat is bijna eng. Op een goede manier dan. Je kunt je handen natuurlijk gebruiken voor wapens, maar ook krijg je een paar gravity gloves, waarmee je alle objecten naar je toe kunt trekken en weg kunt gooien. Zo kun je zware dingen op vijanden gooien, maar je kunt bijvoorbeeld ook van een afstandje een handgranaat van iemands riem trekken en hem laten ontploffen door zijn eigen granaat. Je krijgt alle middelen om je eigen toffe acties te bedenken en ze zelf uit te voeren. En Florian kan er nog steeds niet over uit hoe vet dat is. Laat ik het heel simpel zeggen. Je hebt geen echte VR ervaren als je Half-Life Alyx niet hebt gespeeld. De rest komt niet eens in de buurt. Ook met het verhaal zit het wel snor. Half-Life Alyx is een volledig op zichzelf staande game met een uitgebreid verhaal dat zich 5 jaar voor Half-Life 2 afspeelt. Nog voor het hele Freeman verhaal in Half-Life 1 dus. Op een paar horrorachtige momenten na had Florian de game wel wat spannender verwacht. De game heeft de hele tijd een meesterlijk dreigend sfeertje. En zo nu en dan heb je een jumpscare omdat er zo'n klote headcrab op je hoofd springt, maar echt eng wordt het eigenlijk nooit. Zet je sowieso schrap voor het einde, want dat is volgens Florian fantastisch en zet de wereld van de fans compleet op zijn kop. En opent de deur wagenwijd voor andere Half-Life games in de toekomst. Toch is niet alles helemaal perfect. Soms is er zoveel te pakken dat de game het verkeerde object oppakt. Tijdens het onderzoeken niet zo'n probleem, maar het is irritant tijdens battles en puzzels. Daarnaast voelt een aantal puzzels en hacks een beetje als opvulling, om de game wat langer te maken. En het grootste nadeel is natuurlijk dat je de game alleen in VR kunt spelen. En je hebt er dus een VR-bril voor nodig, zoals de Oculus Rift, de HTC Vive, Valve Index en Oculus Quest via Oculus Link. Maar dat doet verder niets af aan de game, want de conclusie van Florian is helder. Half-Life Alyx is de beste VR-game ooit gemaakt. En daarnaast nog eens een hele vette Half-Life-game, die iedereen gespeeld moet hebben. Als je nog aan het wachten was op die killer app voor de VR, is dit het moment om er eindelijk voor te gaan. En dus krijgt Half-Life Alyx 95 van de 100 punten. Een dikke Gold Award. Vond je dit een nuttige review? Geef ons dan even een like en subscribe op ons kanaal. Oh,